De medicamentenvoorziening zal behoorlijk opgeschaald worden binnen dit dienstjaar. Dit vertelde minister Umar Ramadien van Volksgezondheid eerder deze week aan journalisten voor aanvang van de vergadering van de ministerraad. De bewindsman zegt dat de staat enkele hoge prioriteitsgebieden heeft gesteld. Dus we hebben gelukkig zijn we nu met een aantal projecten bezig. Eén is de medicamentenvoorziening ook behoorlijk op te schalen. Daar gaat de regering en heeft de regering zich gecommitteerd om geld extra vrij te maken voor het BGVS, zodat er medicijnen besteld kunnen worden in voldoende mate. We hebben 4 prioriteitsgebieden voor 2024. Dat is 1. De brain drain, het brain drain fenomeen. 2. Is de financiering van de gezondheidszorg, die omgebogen moet worden op verschillende componenten. We hebben prioriteit voor preventie. De minister geeft ook aan dat het digitaliseren van de zorg verder in orde gemaakt zal worden, omdat het beschikken over data op zich een hele ontbering is. Zo kan er bijvoorbeeld geen exacte indicatie gegeven worden van hoeveel mensen een bepaalde ziekte hebben.